Heb je trouwens ook de foto's gezien van die Chinese verpakking? Nee. In wat? Vast. We hebben echt een boek nodig. Waar is die cave die je zag, zeg maar, binnen? Gewoon mij gaan volgen. En dan hoor je wel waar dit is, zeker. Nee, dan misschien wel, want hij... Oh, Daan. Ja? Kom even hout oppikken. Nou, mijn inventory is te vol om. Om alles te maken. Nou, laat maar. Ik ga 1 stack hout bij hebben. Goed? Ja. Het zal wel genoeg zijn, denk ik. Dankjewel. Ik woon nog hartstikke veel berkenhout. Maak ik ook even tot hout. Ik best wel sneu, want dat was een echte niche en een nep niche na. Ja, dat. Maar kijk dan, ik heb een heel mooi redstone blok, alleen het geeft geen licht. Ja. Weet je dat het bij 1 blokje damage heeft gedaan? Ja. Nee, eigenlijk helemaal niks. Lijkt me had ik dat. Daan. Ja. Ik had een pickaxe. Dat is veel damage of niet? 1, had je. Dat doet gewoon voor mij helemaal niks, hè? 1. Nee, serieus niet. Oh, laat maar, kijk in de verkeerde kant. Laat maar. Nee, het doet me niks. Ja, het doet me iets. Het doet per 2 slagen een half hartje. Ik kijk aan de etenskant. Kant. Wow. Oké, Daan, op naar de cave. Follow me. Oké. Ik heb een stack torches, dus. Beter? Mm-hmm. Oh, creeper! Oh, creeper! Ja, Daan! Wat ben jij? Sorry. Hij liep zo weg. Ik liep gewoon door. Slime. Oh shit. Nee, Tiefel. Ik heb mobs. Oh, mobs. Mij wil ik doden. Nou, eigenlijk killde de zombie. Ze killden elkaar. Wacht, kom dood. Ja. Oh, ik heb eten nodig. Nee. Ik heb toch 5,5 hartje of zo. En nu kan ik niet meer rennen. Oh ja. Daan. Ja. Ga sprinten rennen. Sprinten rennen. Springen rennen. Dan ben je nog sneller. En dan? Tink. Oh, kan je weer rennen? Tink. Holy shit. Wat? Holy shit. Wat? Ik had net wat gegeten van die zombie flesje, weet je wel. En toen ging ik rennen en toen was er opeens echt in één keer gewoon 500 van die mooie drumsticks, geloof ik. Zo, zie je, dit is mijn cave. Nee, kom je nog zo? Daarnet had ik toch 16 levels? Weet ik veel, ik heb 16 levels. Was ik toen dat gegaan? Ja, toen was ik dat gegaan. Geef mijn zus die levels terug. Dude, yeah, als je niet erg vindt, jij hebt je eigen spul. Ja, maar... Oh ja. Huh? Hoe kun jij dan mijn 16 levels hebben? Want ik heb zelf 16 levels. Maar ik heb nu nog maar 9 levels. Ja, dat is altijd. Je krijgt altijd wel meer. Oh, oké. Okay. Dan heb ik je vast misschien.
ik was hier gewoon toen jij zo van, ik ga dood, blablabla. Getrokken. Okay, Armin. I was busy doing important stuff. Want? Ik plaatste alle overal blokjes behalve op de goede plek. Noob, noob, noob. Uh-oh, retard alert. Zo leuk om dat te zeggen. Vooral wanneer het terecht is. Ik ga eten weer en ik kan niet meer rennen. Goud. Waarom heb je de Golden Apple eigenlijk boven laten liggen? Omdat dat vrij logisch is. Nee! Dat je die gaat bewaren voor de grande finale. Welke grande finale? Het is geen ultra hardcore. Dit. Nee dus, maar je kan toch wel naar de Ender Dragon en shit. Ja, oké, dat kan. Daan, hoeveel eten heb jij zeg maar nog qua in je balkje? 4 en ik ga naar niet boven, ga ja, eten voorbij zoeken. Want ja, ik overleef niet om naar boven te gaan, want ik heb nog 2 hartjes nu. Lachen. Dus voor mij kost het niet. Ik kan ook niet meer rennen. Nou, dat kan ik helemaal niet meer. En jij kunt nu zeg maar nog weg. Ja. Save yourself. Ik ga ook wat langzaam al minend teruglopen. Nee. Arend. Ik vind dat we naar de nether moeten gaan. Ja, sowieso. En dan de... nee, maar ook gewoon, zeg maar, nu. Sowieso, we gaan de Wither Balls doen. Ik bedoel gewoon sowieso nu, hè? Nee, niet nu. Wanneer we veel eten hebben, gaan we naar de nether. Ik zorg nu even voor wat meer, obsidian. Okay. Ik heb er nog 5 nodig, en dan hebben we het. Oké. Okay. Wow, wat is dat? Kijk, het zou mooi zijn als ze voor de nether zouden kunnen enchanten. Maar dat gaat dus niet. Nee, dat gaat niet worden. Oh, maar Daan, nu hebben we besloten dat we niet kunnen gaan enchanten. Mm-hmm. Kan ik wel een diamond sword maken? Dat zou je kunnen doen. Nee, maar zal ik je even vertellen hoe het ging met mijn pre-order van Watch Dogs? Vertel. Ik ga dus zo in de live chat. Mm-hmm. Ik zeg zo van, kijk, ik heb de score nog steeds niet gekregen. Stuurt hij me een fotootje, klik daarop om het te downloaden, want dat zou de code zijn. Doet hij het niet, dan gaat de live chat eruit. Komt de live chat weer online, vraag ik dus al, kun je de code sturen? Zegt hij zo van, ja dat gaat niet echt makkelijk, want ik heb hem al gestuurd. Wat het verhaal was, zeg maar, want dat deed het niet. En toen zei hij zo van, ja, het kan wel, maar niet nu. Waarom dan niet? Ja, ik zit niet achter de computer. Oh. Gaat dan achter de computer. Oké, okay. Waarom zou het niet vanaf je telefoon kunnen? Ja. Het duurde weer een kwartier voordat hij het eindelijk stuurde. Een varken. En toen ging ik naar de muziekschool. En toen dacht ik van, nou, dan laat ik het lekker downloaden. Toen kwam ik terug. Had Uplay gefaald, oftewel toen... Was het niet doorgegaan, was het op 70% gestopt en toen moest ik het dus opnieuw opstarten. En Uplay nu opstarten duurt 5 minuten omdat hij dan een update gaat zoeken. Fuck, hoe moet ik lopen? Ben ik moet ik lopen? Dat is moeilijk. Ga eens even kijken, hoe gaan we dit oplossen? Wacht, ik ben OP, ik kan slash TP. Jammer genoeg heb ik nu geen webcam, want dan hadden mensen van YouTube echt kunnen zien dat ik echt jou heel hard aan het rollen was. Okay. Hoe de fuck moet ik lopen? Ik heb nog maar een half hartje en ik ga hem nu even inbouwen zodat ik zo kan zien waar ik heen moet. Ja. Jezus, even een beetje.
Dan. Ja? Schiet op, kom naar je cave. Ik heb nu 5,5 hartje van zombievlees. En ik heb 5,5 hartje, dus je moet wegkomen. Want dan ging er al even van me af en ik weet niet hoe ik uit jouw cave moet. Oké, dude. Ik weet dat ik binnen ben gekomen met dat enorme obsidian lake en dan dat lava in erachter water. Ja. Alleen, en dan ga ik zo een beetje omhoog. Dude, ik kan hier echt geen eten vinden, hoor. Kom omlaag op zijn minst. Laat me zien hoe ik eruit moet. Ik overleef het nu nog wel eventjes, want ik heb nu best wel wat eten op zich, maar... Echt, het is onmogelijk naar onze deur te komen, hou echt zo fucking veel bladeren. Kom naar je cave. Come down. Ik gooi nog maar echt een halve deur, drumstick, weet je. Ik weet gewoon serieus niet meer hoe ik hier uit moet. Oh god, creeper. Inbound. Zolang ik niet doodgaan, zal ik het doen. Voor de zon. Maar ik sta toch tegen het plafond aan, dus zeg maar niet. Zie je mijn naam al? Ik zie jou nou ook, alleen hoe moet ik er nu uit? Oké, blijf staan. Huh? Daar! Oh! Doei! Kom maar, ik heb wat vreed pakken. Ik kom terug. Ik hoor vreed en ik kom terug. Oh, hij doet hier real life. Je had die pickaxe uit die... Hallo schat! Hoi man! Uit de kist. Hoe is het jongen? Ja goed! Fijn! Jezus man, ga weg! Oh, ga weg! Hoe laat komt dan? Weet ik veel. Oh, je zou een sms'je sturen? Nee, zij zou een sms'je naar mij sturen op plaats van. Oh! Daan, okay. Je weet dat dit nu allemaal op YouTube komt, hè? Hey. Ja, dat komt door mijn vriendelijke moeder. Wat? Dat Frank aan het opnemen is en dat het allemaal zo meteen op YouTube staat. Hi Frank! Hi. Ik had het meer over dat alle persoonlijke dingen van jou en je vriendin op YouTube gaan. Oké. Kijk, je moeder op YouTube, dat boeit, ja, behalve dat ze het filmpje nu verpest. Maar...
Dat zeg je niet tegen haar.